Op een putenweg langs het spoor in Eg is donderdag een werknemer gewond geraakt nadat hij een kleine wals omkiepte. De man kwam met zijn voet klem te zitten onder de wals. Waarschijnlijk heeft hij zijn enkel gebroken. Omdat de man klem vasthoudt, was een graafmachine de omgevallen wals een stukje opheffen, zodat de man onder de wals uitgehold kon zweren. Ambulancepersoneel heeft zich vervolgens over het slachtoffer ontfermd. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Op een putenweg in Eg waren werkzaamheden aan de gang. Langs het spoor wordt een geluidswal aangelegd. De arbeidsinspectie gaat onderzoeken wat er precies is misgegaan.